Ik mag dus niet meer naar. Ik ga dan dus nu door deze beelden in een aparte ruimte opgesloten, ver van de groep af. En zoiets als separeer me dan anders. Ja. En dus ik neem niet alleen heel veel risico, maar ik weet ook dat ik gepakt word. Want als ik om 6:01 iets stuur, dan 6:05, dan komen ze zeggen dat ik weer iets gestuurd heb en moet ik met de psychiater praten. Zij pakken al mijn vrijheden af. En ik ben het zat. Dus ik heb er scheid aan. Ik mag geen bezoek meer hebben, behalve van mijn zoon. Omdat ze vinden dat ik niet meer met die documentaire bezig moet zijn. En ook, ze hebben commentaar op de rest van mijn bezoek. Maar ik ben vrij om met mensen om te gaan wie ik wil. Normaliter, maar hier dus niet. En ik zoek de grenzen expres op. Dus vandaar dat ik dat nou weer live doe. Ik heb al 4 dagen in die leercel gezeten. En dat zal wel alleen nog maar erger worden. Dus dan gaan we nou weer ergens opsluiten. Omdat ik weer op internet ben geweest. Ze geven me 125 milligram oxazepam op een dag. En 2 keer 2,5 milligram nog wat is aan antipsychotica, Haldol. Nou, kijk, het staat echt niet beter met mij. Ja? En zij denken dat ze kunnen bepalen wat goed is voor mij en niet. Nou, ik wens ze veel succes, want wat zij doen is slecht voor mijn leven. Nou, dit was het.